Ik vergeet bijna dat ik vandaag weer moet beginnen met de weekvlogs. Goedemorgen mensen. Middag is het trouwens eigenlijk al. Whatever. Welkom bij een nieuwe weekvlog. De eerste weekvlog van 2021. Verder eigenlijk, ik weet helemaal niet hoe ik deze weekvlogs moet gaan nummeren. Moet ik verder gaan met waar ik was gebleven? Dan zal het weekvlog nummer 11 of zo zijn. Geen idee. Of moet ik gewoon helemaal opnieuw beginnen bij 1 en dan weekvlog 1 van dit jaar? I don't know. Jullie gaan het zien. Boeit ook niet. Ik heb in ieder geval wel heel veel zin in. Jezus, ik kom nu al niet uit mijn woorden. Dit gaat echt een top weekvlog worden. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Zo, dat is eruit. In de tijd dat ik niet heb gevlogd is er best wel veel veranderd. Een van de meest obvious dingen is deze trap. Je hebt het al even in mijn vorige video kunnen zien. Dat we met de trap zijn bezig gegaan. En dit is het resultaat. Hij is nog maar één keer geverfd hoor. Hij zit nu in de grondverf. Hier zelfs nog helemaal niet trouwens. Maar het ziet er al best wel goed uit moet ik zeggen. Ik ben er erg blij mee. Ik denk dat we daar deze week nog wel verder mee gaan. En voor de rest wordt het denk ik ook een hele gezellige week. Want woensdag is Daphne jarig. Wij hebben lunch. Een hele bijzondere lunch. Het zijn hapjes die over zijn gebleven van Daphne's verjaardag gisteren. Daphne heeft namelijk gisteren alvast verjaardag gehouden voor mijn ouders. Want ja, het is dus nog steeds corona. En je mag dus nog steeds geen grote verjaardag geven. Dus mijn ouders zijn gisteren alvast geweest. En daar hebben we nog wat hapjes van over. En dat maakt best wel een lekkere lunch. Onze buren die krijgen zonnepanelen. Dus wij staan hier de hele dag al een beetje, tenminste ik vooral. Ja, jij ook wel. We staan hier een beetje gebiologeerd voor het Welkom in 2021. Ik heb nog steeds een spraakgebrek. Gebiologeerd. Ja. Gebiologeerd. Voor het raam kijken naar die hoogwerken, er worden allemaal zonnepanelen helemaal bovenop het dak mee getild. Heel interessant. Ja, er gebeurt niet zoveel, maar nou ja, het is wel leuk om te zien. Daphne die is even boven gaan zitten, die heeft een gesprek met haar teamleider. Ze gaat namelijk waarschijnlijk beginnen met een promotieopdracht. Ze krijgt nou te horen of ze mee mag beginnen of niet, of ze dan startbekwaam is. Op zich best wel spannend. Maar nu Daphne boven zit, hebben wij mooi even de tijd om het even ergens over te hebben. Zoals ik al zei, is namelijk Daphne woensdagjarig en ik heb nog steeds geen cadeau. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Normaal gesproken doe ik een weekendje weg of zo, weet je wel. En ik vind het gewoon leuk om iets te doen. Maar ja, het is corona. Dus ik weet echt niet wat ik dan wel moet doen. Ik vind het echt heel moeilijk. Misschien dat ik gewoon eens op vakantieveiling.nl kijk of zo. Of zoiets heb. Ja, heeft waarschijnlijk ook weinig zin. Ik weet het echt niet. Ik vind het wel heel leuk om gewoon samen iets te doen als cadeau. Echt een cadeau als een iets materieels vind ik nooit echt heel erg leuk. Maar ja, wat ga je dan doen hè nu? Ik weet het echt niet. Ik denk dat ik eruit ben. Wat mijn plan is, is om op Daphne's verjaardag zelf papa's thuis te laten bezorgen. Dat was de vorige keer toen wij 9 jaar samen waren ook heel erg leuk. Van Solera hier in Almelo zit dat. Was heel erg lekker, dus ik denk dat dat wel heel erg leuk is. En dan lijkt het me wel leuk om ergens een keer een weekendje naar een bosuurtje te gaan of zo. Of een strandhuisje. Eén van die twee. En het enige ding is dat ik er nog eentje moet vinden. Ik ben best wel kritisch en dan wil ik ook wel een huisje wat dan echt helemaal afgelegen ligt. En niet op een camping of zo. Maar ik geloof dat dat vrij onmogelijk om te vinden is. Maar goed, we zoeken vrolijk door. Ik ben dus beland op de website origineelovernachten.nl en dan heb je al wel heel veel huisjes, maar die staan dus allemaal ergens op een camping of zo. En die vond ik heel leuk, het Haagse strandhuis, maar dat was voor een weekendje €750. Nou, dat vind ik wel een beetje overdreven. Jackpot. Ik heb de website natuurhuisje.nl gevonden en een van de filters daar is helemaal alleen. Nou, nog iets betaalbaars vinden. Nou, maak open. Ja, joh. Ja, heel gek. Ik dacht dat jij iets besteld had. Nee, wist het. Niet dat Grow your home. Huh? Dear plant lover. Oké. Okay. Potjes. Leuk dit. Stekjes. Oh echt? Ja. Wat schattig. Baby plants. Baby's new crib. Oh leuk. Staat er nog bij van wie het is? Nee. Echt niet? Ik kan niks vinden. Nou, misschien dat dat telefoonnummer wat erop staat of wat dat is. Een nieuwe dag, een nieuw mysterie. Het is vandaag dinsdag. Dat is van Stijn. Oh. Ja, dat is leuk. Leuk. Nou, mysterie opgelost. Ik dacht het al wel toen ik zag wat het een plantje was. Ja, ik dacht het ook. Alglau Nema Pink Princess. Dat zal die zijn, want daar zit een beetje een ding aan. En Synchronium Mango Alusie. Heel leuk. Heel leuk. Leuk, ja, Annie. Mooi? Ik ben een beetje dom geweest. Ik ben net naar de supermarkt geweest om van alles te halen voor de verjaardag van Daphne morgen. En ik had mijn camera meegenomen, maar ik ben dus vergeten te filmen. Nee, ik zal maar even vertellen wat ik heb gehaald. Ik wil morgen even een ontbijttaartje maken. Een gezonde ontbijttaart met banaan, pure chocolade, amandelen, haver,
vlokken en kwark. Volgens mij is dat het. En ik heb vanmorgen nog een hele leuke activiteit gepland. Wat dat is, dat zien jullie morgen wel. Want ik denk dat ik het wel ga vloggen. Maar ik heb daar ook een leuk lunchpakket voor gehaald. Met stokbrood, een soort Deense appelflappen, lekkere broodjes, verse appelsap, een fles alcoholvrije prosecco. Want het is iets met de auto. Bananen, autodrop. Ik geloof dat dat het wel was. Oh ja, een briever op stokbrood. Oh ja, en twee bekers Starbucks koude koffie. Ice coffee. Zo noem je dat. Dat lijkt me ook wel grappig. En een kaartje heb ik ook nog gehaald voor morgen. Die moet ik straks nog even schrijven. Ja, allemaal leuke dingen dus. Dus ik ben benieuwd wat Daphne ervan gaat vinden. Daphne gaat de plantjes die we gekregen hebben, of die jij gekregen hebt, in ieder geval gaat ze ze stekken. Ze moeten nou 10 minuten in het water. Ja. Het drijft. En dan kunnen ze gepoot worden. Ja, dat stond er wel, ja. Het zijn echt hele leuke plantjes. Schattig, hè? Waar is dat dan goed voor? Dat ze dan water opnemen of zo? Ik denk dat die hele bodem is natuurlijk super droog. Oh ja. Ja. De, gek. Wat ik wilde zeggen is dat de timer is gegaan. Ja. Dus ze mogen in de grond. Veel later opgenomen, kijk maar. Oh ja. Nou, waar wil jij doen hier? Het kan wel geen reetroosten. Ze zijn heel zwaar geworden. Oh echt? Ja. Gek. Nog een beetje aarde uit de broodtrommel erbij. Goeie voeding. Ja. Het zijn wel levendige stekjes. Ja. Niet van die halfdooi die jij soms weggeeft. Nou, grapje. Leuk? Ja, schattig. Yay! Gefeliciteerd. Dankjewel. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe dag. Ik wou een nieuwe week van zeggen, maar dat is het niet. Vandaag is Daphne jarig. Yay. Ik had het al verteld, maar we gaan nu iets heel leuks doen. We gaan een autopuzzeltocht doen. We moeten nu naar een locatie rijden en vanaf daar krijgen we navigatieinstructies. En dan moeten we allemaal puzzels en een bingo oplossen. Geen idee, het leek me heel leuk. We gaan naar een locatie in de Achterhoek is het volgens mij. En dan gaan we een kasteelroute doen. Nou, het is wel het perfecte weer ervoor. Ja. Oh, het is echt zeker. Wil je zin? Ja, leuk. Yay. Daar gaat ie. We made it! Yay! Het is nou al helemaal leuk. Het is echt heel mooi. Heel heuvelachtig. Bosrijk. Ja, dit is leuk. Ik ben benieuwd. Kom, we gaan even naar het kasteel kijken. Ja. En we nemen gelijk even een lekker broodje mee. Ik had namelijk een heel lunchpakket samengesteld. Kaasbroodje wel, ja? Ja. Lekker. Mooi kasteel, joh. Mooi, hè? Het waait heel hard. Het is echt heel vet hier. Wat een kasteel, joh. We gaan even kijken of we naar binnen mogen. Ik heb Boeman even opgebeurd. Ik denk dat ze het niet zo leuk vinden als hij gewoon rondloopt. Over de brug. Leuk, Boeman. Heel mooi. Die kant is wel leuk. Ja. Maar je moet er nog een keer naartoe als die open is, joh. Ja. Nou, dat was de moeite alleen al waard. Let the games begin. Betrek op fontein alleen met het kasteel in je rug. En beantwoord vraag 1. Oh, dat vraag zullen we 1. Eerst even doen. Hoeveel ophaalbruggen heeft kasteel Doorwerth? Oh, 1. 2. En dan weten we alleen niet of het aan de achterkant is. Wat zijn de antwoorden dan? Oh, 6, 4 of 2? Ik dacht 2. Ik denk ook 2. Gaan we daarvoor? Ja. 1A. Wil je nog een rondje kijken? Nee. Wil je nog eens kijken naar die bingo? Oh ja. Ik had het dat ik het op gezien heb, maar. Oh nee. Nee, dat is nog niet. Nee, oké. Okay. Nou, de fontein alleen op met het kasteel in je rug. Ja. Dus dan die kant op, lijkt mij. Ja, en dan moeten we denk ik zo meteen naar links. Maar we gaan het zien. Nee, okay. Dat is navigatie, hè? Ja. Succes. Bedankt. Daar gaat ie. Wanneer moeten we ergens op? Oh, misschien hier al wel. Nee, nog rechtdoor. Wat zegt de beschrijving dan? Ja, zo'n bordje en dan moet je links aanhouden. Oh, ik denk dat dat bordje daar verderop staat. Yeah. Bordje met een auto en zo'n motor. Die staat daar rechts. Oh, we moeten ook nog die bingo in de gaten houden. Nee, dat gaat nog wel goed. Ik hoop niet dat we al iets missen. Bingo vind ik wel lastig. Ja, die bingo lijkt me ook echt heel moeilijk. Zometeen dan heb je een, kom je op een punt, dan is links doodlopend. Dus dan moet je rechts aanhouden. Ik zal ondertussen even de bingo laten zien. Zoomen. Nou, deze blaadjes. Ja, die moeten we onderweg zien te vinden. En als we ze allemaal hebben, dan hebben we bingo. Sorry, moet je een liedje zingen. Ik rij nog super langzaam. Iedereen die hier wordt natuurlijk helemaal gek van mij. Oh, doodlopend rechts. We komen straks op een kruising en dan moeten we rechts naar bomen. En rechtdoor staat een bordje met een trekker. Rechts naar bomen? Ja, kijk. Oh, een bosje. Ja, en dan rechtdoor staat een bordje met een trekker. Ja, super. Super. Hoe lang duurt het ongeveer? Ik denk 55 meter. Dan zou het hier zo meteen allemaal een keertje moeten zijn. Maar. Oh ja, rechts. Voor of na het bordje? Voor, ja. Hier zo, ja. Okay. De bomen in. Leuk. Als je zo meteen... Oh, we hebben nog niet wat gemist. Oh, weet ik het niet, sorry. Als je zo meteen op een kruising komt, dan moet je rechtdoor. En daarna moeten we vraag 2 beantwoorden.
We hebben een vraag. Wat is de vraag? Hoe heet het landgoed? Ja, hoog oorsprong, de oorsprong, laag oorsprong of landgoed Duno. Volgens mij zag ik dus landgoed Duno staan als je het raadt. Ja, het zou kunnen. Ik heb niks gezien eigenlijk. Zijn er ook antwoorden? Nee, dan moet je opvragen via internet. Oh. Ga niet vals spelen, mevrouw. Nou, wat vind jij? Zou het niet ergens moeten kunnen zien dan? Nee, ik denk dat we er al langs zijn gereden. Dan moeten we even kijken wat vraag er is. Is dat wel voorbereid zijn? Hoe heet de oude boerderij aan de linkerkant van de weg? We hebben een bingo gevonden! Bingo! Goed dat ik hem herkende. Ja, supergoed. Snel gezien ook. Jee, het is hier mooi, hè? Het is echt wat een huis. Niet normaal. Oh, daar heb je de stoplichten. Daar moeten we links. Oh, nice. Weer een bingo gevonden. Politieauto. Hey. Kijk. Ah, die valt ook wel goed op. Hey. Wij zijn aangekomen bij het volgende kasteel. We gaan even kijken of we nog wat vragen kunnen beantwoorden. Zullen we nog eens kijken naar die boerderij? Ja. Volgens mij hebben we namelijk één vraag gemist. Hoe heet de oude boerderij aan de linkerkant van de weg? A. Rijnzicht. B. Welgelegen. C. De Vijverberg. Of D. De Oorsprong. We hebben nog geen idee, want we hebben niet gezien. Die hebben we denk ik gemist. Ik heb echt wel opgelet. Ja, ik ook. Waar gaan we op gokken? Rijnzicht. Nou, die denk ik niet. Of loopt die de Rijn? Welgelegen. De Vijverberg. De Oorsprong. Ik zou zeggen Welgelegen, want het zijn allemaal een beetje van dat soort namen. Okay. Die andere hebben we wel goed. Wat is de naam van het pension aan de linkerzijde van de weg? Ja, die goed. Want die zagen we. Ja, en dan vraag 6 is voor het kasteel, hè? Nee, vraag 5. Oh, vraag 5. En vraag 6 is onderweg. Over welke snelweg rijden jullie nu? Oh. We gaan de snelweg over. Oh, er staat ook nog D. Snelweg, vraagteken. Kut. De bingo gaat wel heel goed. Ja. We hebben er al 1, 2, 3, 4. Die moeten we nog vinden. Die nog. Even kijken, dit nog. Dat is hier misschien wel, ja. Ja. Die hebben we. Treintje moet nog. Ja. Die hebben we ook. Gans, geen idee. Ja. Die moeten we ook nog. Een of andere paal. Die hebben we. Ja. Dit moet ook nog. Ook nog. Ook nog. Die hebben we ook. Die tank? Ja. Nietjes. Wel. Waar dan? Die zag jij. Oh ja, toch wel. Ja, dat klopt, ja. Deze, die moeten we nog. Doornenburg, daar zijn we al doorheen gekomen. Deze nog. En deze nog. Ah ja. Even pauze. Vind je het leuk? Ja, joh. Voelt inderdaad een beetje als vakantie. We hebben het antwoord gevonden. Het huis is tot en met 1926 eigendom geweest van de familie Brandsen. Hey. Nee, dat mijn eigendom hebben. Ja, sinds 2021 is het eigendom van de familie Waaier. Ja, de reiger. Hey, reiger. Oh, echt een mega ding. Hij maakt lawaai. Ik heb nog nooit een reiger lawaai horen maken. Jij maakt wat mee op zo'n dag. Mooi, hè? Get that shot. Ja, staat hij erop. Kom eens even leuk doen. En door. Waar moeten we naartoe? Daarheen, hè? Een mooi kasteel. Even kijken hoor, wat ook de volgende vraag is. Even voorbereid op pad gaan. Heel goed voor jou. Wow. Och, dat was onze auto, dat was. Dat dacht ik ook. Goed. Jeetje, Mina. We hebben duidelijk met de oma aan kapotte auto's. Fijn. Over welke snelweg rijden jullie? 7. De burgers van Roosendaal hebben een monument aan een baron geschonken. Wie is deze baron? Oh, dat is vast ook een van de bingo dingen. Dat monument. Maar dat zal weer bij een kasteel zijn. Dat denk ik wel, ja. Nou, we moeten die kant op, hè? Even kijken waar we zijn. Ja, kijk, we zijn hier. Daar zo. Zo moeten we nu op de parkeerplaats rechts. Ja. We hebben al één brug gehad. Dan moeten we er nog eentje, dan moeten we echt door. Ja, en dan moeten we over de brug heen. Oké, okay. Blijkbaar waren we trouwens in Arnhem. Het is wel mooi in Arnhem. Ja. Hi, mijn Daphne. Dankjewel. Volgende kasteel. En een bingo. Die staat er ook op. Ja. 2-1. Het is ook gelijk een antwoord op onze vraag waarschijnlijk. De burgers van Roosendaal hebben een monument aan een baron geschonken. Wie is deze baron? Baron van Palland. B. Goed bezig. Dit is die andere bingo. Ik dacht net dat het die ene waterval was, maar deze staat op het blaadje. Ja, mooi kasteeltje hoor. Kopen? Ja. Wow. Ja, leuk. Pas op, pas op. Oh, wat scherp. Dan gaan we nog weer de andere kant weer terug. Oh, cool. Jeetje, het lijkt Frankrijk wel. Ja. Dus oprecht een S-bocht. Oeh, leuk. We zijn even gewisseld van plaats. Een Yay, bingo. Bingo. Daphne werd een beetje misselijk en we waren verkeerd, dus we zijn even gewisseld. We komen nu aan bij het volgende kasteel. Cool. Vet, joh. Het is jammer dat het geen live verbinding was, maar anders wilden jullie ons nu helpen. De vraag is hoeveel nullen heeft het landgoed? En dat landgoed heet landgoed het biljoen. Een miljoen is 6. Of 9. Nee, 6. Biljoen zal dan 9 zijn. Denk het ook. Is dat een antwoord? Ja, er staat geen A, B of C. Doe maar 9. Denk het ook. Ja. Kunnen we dat natuurlijk googelen? Nee. Dan de vraag. Hoeveel torens heeft dit kasteel? 1, 2, 3, 4, 5, ja, 8. Nu moeten we gaan bijhouden over hoeveel drempels we gaan. Drempel 1.
Kastkussel. Kom bij aan, hoor. Dit is ook letterlijk de parkeerplaats online. Bij een of ander kasteel. Midden in de nacht. Nog midden in de nacht. Pikkendonker. Wat een ellende. We gaan een pikkendonker kasteel in. Weet je nog de vorige keer dat we een donker kasteel in gingen? Oh, wat leuk. Cool. Nou, je gaat gelijk wat luisteren, hè? Ja. Ik zou zo mensen wonen op dat vliegveld. Oh, dat kan ook. Dat is gewoon voor de sierus, ja. Mooi met die kerstbompjes. Het is wel romantisch. Woe! Yay! Yay! Op je verjaardag! Dankjewel! Gefeliciteerd! Ja, mooi. Yay! Wij zijn weer thuis. We hebben de route niet helemaal afgemaakt. Het duurde op een gegeven moment wel heel erg lang en het werd donker. Dus we gaan maar een ander keertje verder doen. We waren er wel een beetje klaar mee. Het was heel erg leuk, hoor. Maar het werd donker en het was een beetje moeilijk om te zien allemaal. We konden er helemaal over de dijk 6000 keer verkeerd. 6000 keer verkeerd, ja. Verschrikkelijk. Dus we zijn naar huis gegaan. We hadden ook nog eten besteld. Daar moesten we ook nog op tijd voor thuis zijn. Dus we zijn naar huis gegaan en we maken het wel een ander keertje af. Die vragen hebben we gewoon per mail, dus dat kan allemaal. Nou zijn de tapas bezorgd en het ziet er echt super goed uit. Ja, dat zijn allemaal schaaltjes. Zie je wel van, wacht. Dit zijn de tapas. Ziet er echt heel erg goed uit. Ik heb geen idee wat alles is, maar dit lijkt me iets van tomaatjes en het is wel weer anders dan de vorige keer, hè? Dadels of zo. Ja, het is allemaal warm deze keer ook. Dat is ook wel lekker. Leuk. Ik had gevraagd of het kon, de vegetarische box, want de kans is niet altijd. Die hebben ze niet op de kaart staan, maar dat hebben ze gewoon weer gedaan. Echt super. Ja, het is echt een top service van Solera heet dat. En het ziet er heel goed uit, dus daar gaan we dan lekker van genieten. Ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Of dat ze daar bij het theater ook wel leuk vinden om een beetje te experimenteren met vegetarische dingen. Ja, het zijn denk ik dingen die helemaal niet op elkaar staan. Het sneeuwt! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Gisteren heb ik niet gevlogd. Niet zo heel veel interessants gebeurd en ik was druk met editen. En vandaag moet ik werken op kantoor, dus ik dacht, nou, dat kan ik ook niet editen. Dus het leek me handiger om even een dag niet te vloggen. Ik ga trouwens gauw weer naar binnen, want het is heel koud buiten zondejaars. Dat is beter. Leuk man dat het sneeuwt. Het zou eigenlijk pas morgen gaan sneeuwen volgens mij, maar het sneeuwt vandaag al zo leuk. Ik kijk echt al zo lang naar uit. Ik ben denk ik een van de weinige mensen die sneeuw echt heel leuk vindt. Maar goed, ik ben vandaag dus op kantoor en ik ben het gebeld door de Gamma dat onze bestelling klaar ligt. Ik heb gisteren namelijk gipsplaten besteld. Die zijn bedoeld voor het plafond in de hal en die gaan we er morgen denk ik aanmaken en die kan ik straks afhalen. De bouwmarkt zijn al wel gesloten, maar je kunt dus nog steeds wat dingen bestellen en afhalen. Dat is op zich wel heel erg chill. Ik ben onderweg naar de Gamma voor die gipsplaten, maar ik kreeg even bijna een hartverzakking, want ik dacht dat ik geen mondkapje mee had. Gelukkig wel, dus valt wel weer mee. Ik ben er en er is echt helemaal niemand. Zo raar om te zien. Normaal gesproken kom ik hier en dan staat het helemaal vol met auto's. Nou, nu staan er een stuk of vijf of zo, zijn echt op één hand te tellen. Echt bizar. Ik ga eens even kijken waar ik mijn gipsplaat op kan halen. Kijk eens, daar zijn ze. Ja, dat is trouwens minder dan ik had verwacht. Ik dacht echt dat het een hele stapel zou zijn, maar het valt mee. Oh, ik denk dat dat wel in de auto moet passen. Valt nog niet mee. Ik sta trouwens in een beukenhaag. Oh, kijk. Het is onvoorstelbaar dat er nog eens zo'n klein autootje past. Maar het is gelukt. Kijk nog eens wat Daphne heeft gemaakt. Loempia's. Nou, vind ik wel. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, dat zijn alle gipsplaten. Ze gaan netjes binnen, kunnen we morgen aan de slag. Yay! Ik ga dit stuk doen. Wat ga ik doen dan? Dit stuk. Oh, zo, ja. Hier, maar laat deze balk. Wil jij deze doen? Wij hebben allemaal spijkertjes uit het plafond gehaald. Het was een heel stoffig karweitje. Maar het is klaar. En nu kunnen we de gipsplaat aan het plafond maken. Daphne heeft net de eerste gipsplaat al op maat gezaagd. Ze past wel over de hele lengte, maar daar in de hoek. Daar, dan moest een stukje uit voor de stroomkabels en de meterkast. Kunnen we beginnen? Ja! Yay!
Hey, het zit erin. Ik had de camera aangezet om een soort timelapse te maken, maar de geheugenkaart was vol. Dus dat staat er niet op. Maar het plafond zit erin. Maar misschien nog wat belangrijkste. De lamp hangt. Het ziet er een stuk rustiger uit, hè? Ja, het lijkt een stuk minder bouwvallig, hè? Het voelt ook anders boven je hoofd. Heb je dat ook? En warmer. Nou, weet ik niet. Terwijl je helemaal niet naar het plafond kijkt, voelt het anders. Ik heb het idee dat het warmer voelt. Dat het minder vochtig. Ja, dat zal ook wel. Maar ik heb ook, weet niet, het voelt echt alsof je iets boven je hoofd hebt in het plafond. Heel raar, heel vaag. Maar je hebt ook iets boven je hoofd. Ja. Die lamp die hing hier al toen we hier kwamen wonen. En ik heb het idee dat die lamp origineel bij het huis hoort, maar weet ik niet zeker. Ik vind hem wel cool. Daphne vindt hem. Als hij origineel is, vind ik hem wel cool. Maar ik heb het idee dat het een jaren 70 cheapest lamp is. Maar... Nee, dat idee heb ik niet. Ik heb geen idee. Ik vind hem wel grappig. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Hij is even boodschappen aan het doen. Of nou ja, Daphne is boodschappen doen. Ik wacht hier even. Ik dacht, ga even bij de haven zitten. Ik krijg een beetje een natte kont. Hoe zit het trouwens met jullie met de sneeuw? Het is hier echt zwaar teleurstellend. Er lag gisteravond meer dan wat er nu ligt. Het is nu gewoon één miserige bende. Gisteravond hebben we nog wel even een wandelingetje gemaakt. Nou, dat zal nu ook in zijn geweest. Want ze zijn wel eens op visite geweest voor Daphne's verjaardag nog. Niet meer gevlogd trouwens gisteren. Maar ja, deze vlog die wordt al wel lang genoeg met ons avontuur van Daphne's verjaardag. Maar gisteravond om een uurtje of 12 of zo, 12:30. Toen lag er echt best wel veel sneeuw. Dus toen hebben we nog even gewandeld door de stad. Dat was wel echt heel leuk, maar het is nu allemaal weg. Het is wel een beetje jammer. Wat mij betreft mag het echt wel keihard gaan vriezen. Want het lijkt me echt wel heel gelachen om hier straks te gaan schaatsen en om de hele stad door te gaan. Vogel. Zo, wat maak jij een bult, Harry, voor zo'n klein vogeltje? Zien jullie hem? Daar zit hij. Boeba heeft Daphne nog gespot. Oh, je bent... Dat bakje is toch belangrijker? Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dat zal ik alsnog even doen. Gisteren zijn Daphne's ouders nog even geweest voor Daphne's verjaardag. Verder niet heel veel boeitjes meegemaakt dus. Je hebt niks geweest. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je de vlog leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Dan zie ik jullie volgende week weer. Of donderdag, als je gewoon video's ook kijkt. Doei!